Hallo allemaal, ik ben Charissa Meulemans van Zon. Ik ben 29 jaar en ik heb de zenuwspierziekte PSMA. Dit is een variant van ALS. Jammer genoeg is hier nog steeds geen medicijn voor gevonden. Dat is ook de reden dat Stichting ALS de nieuwe lancering van de 0% voor ALS Challenge heeft gedaan. In de maand januari drinken we met z'n allen geen alcohol voor ALS en laat je je sponsoren. Drink je nou al weinig alcohol, maar bijvoorbeeld heel veel koffie, cola, neem je heel veel suiker of heb je een yoghurtverslaving? Laat dat een maand lang staan voor iemand anders en steun daarmee de strijd tegen ALS. Laat je sponsoren en help ons mee om dat medicijn te vinden, zodat we wie weet over een paar jaar met jouw hulp kunnen zeggen dat we dat medicijn hebben. Ik wil heel graag nog een paar jaar verder leven, dus ik heb dat medicijn hard nodig en jij kan me daarbij helpen. Ga je me helpen? Alvast heel erg bedankt.